Tom, vandaag gaan we een nieuwe even pauze maken en een hele bijzondere. We gaan niet met één persoon praten, nee, we gaan met twee mensen praten, met een tweeling. Zoals ik zeg, wat is er bijzonder aan? Nou, die tweeling die we gaan interviewen, die duurt 90 jaar. Achterop is een ander, we moeten door de toe, niet tegenkant op. Ach, kom. Kom, we gaan gauw tegenkant op, toch? Wat zei je, Steve? Ze staan ons op te wachten. Ze staan ons op te wachten, joh. Kijk eens, ik wou net de foto kijken of het ook klopt. Ja, ja, Tom, we hebben... Kijk, het klopt, hè? Ja, dat klopt, hè. Hoe kom je door te gaan? Ja, gaat andersom. Hoe kom je door te gaan? Ja, we hebben overal onze pionnen zitten, hè. Ja, hè. Kijk eens. Dat snap ik toch niet. Ja, toch zien dat nou schoon kupjes voor te zijn. Ik heb me verwonderd, want die schoen mensen die weren 90 jaar, heb ik begrepen. Ja, ja, dat, is, dat is de bedoeling, dat die dat weren. Dat ja, gaat volgende week, hè? Volgende week vrijdag. We zijn de dinsdag goed. Dus ja. Een paar dagen later werd je 90 jaar. En dat vonden we wel zo bijzonder. We hebben de tip natuurlijk van iemand gekregen, ja, dat wisten we ook niet. Ja, natuurlijk. En we vonden dat zo bijzonder met mensen die al zo'n hoop levenservaring achter de rug hebben. Een door is gezellig mee gewoon te kletsen. Ja. Stond dus ons al op de wacht, hè? Hoi, ja. Hoi. Hallo, hallo. Ja, zo. Hoi, hallo. Je was van de koffie. Ja, zeg, al verroerd feestjes hier te zien, hè? Gezellig, gezellig. Zeker, hè? We houden van feestjes. Ja, leuk. Ja, je zit hier dukker. Nou, wij houden wel van feestjes, hè, pap? En tante Anne ook wel, of nee, dat ook. Dus als er wat te doen is voor hun, dan zien we er wel. En er gaat weer wat gebeuren, hè? Ja, er gaat wel wat gebeuren. 90 jaar hebben we gehuurd, ja, dat is toch een... Ja. Dat is een unicum, toch? En dan komen de feestelingen, die komen er zelf boete de deur al open. Ja. Die zien er nog vet zat voor, hè? Ja, zeker, zeker. Deze bleven inzetten. Ja, zeker. Die gaan controleren of ik klop al op. Ja, Sjaak, zeg het eens. Ja, we huren heet. Een tweeling die 90 jaar wordt. Ja. En ik heb eens heel even gekeken, maar ik heb geen tweede tweeling hier in de regio gezien die samen 90 jaar wordt. Maar misschien heb ik dan even gekeken. Wat geeft dat? Zit je de enige tweeling? Er zijn meer tweelingen, maar die tweelingen die hebben het niet gehaald. Oh. Die hebben het niet gehaald. En jij wel? Maar er zien er, wel, wij wel. Ja, wij zien, ja. Wij zien van dat... U wist er nog niet. Oh, wauw. Nee, dat moet nog gebeuren, jong. Ja, ben maar niet te gauw. Oh. Ja, kijk eens, het kan gauw gebeurd zien, zo gaat het. En zeker van de leeftijd. Ja. Maar we gaan erop aan. Je gaat erop aan. Ja, en we hopen het ook te halen. Maar natuurlijk, dat we hier zien, dat is, ja, mensen van 90 jaar, je hebt toch heel wat meegemaakt. 90 jaar, en je bent begonnen in 19, moet ik even denken, 27. Ja. 24, 3, 27. Aha, zo. Dat zit allemaal goed op rieken. Ja, maar dat is ook op een rieken. Zonsen is zonnig, hè? Die is zonnig de eerste van het tweeling. Ah, dat was namelijk mijn eerste vraag, van wie van ook is het eerste geboren? Ja, nou goed, ik neem het aan. Je werd een beetje nieuwsgierig en gedacht... Tom, ik kon best. Ik dacht niet goed, wat ik kon kijken, hè, wie het hij was. Hè. Hij zat een kneder weer. Maar goed, 90 jaar geleden, je hebt hier wat meegemaakt in 90 jaar natuurlijk. Ja. Mogen we er eens een klein beetje van weten wat er allemaal... Waar zit je opgegroeid? Grashoek. In de Grashoek. Op een oude berg. En wat was het voor een gezin? We waren met 9 kinderen. 9 kinderen. En werd je de eerste of de laatste? De vijfde. De vijfde. En de zesde? Dat is die dan. Ja, dat is die dan. Zeg, en wat voor een gezin was het? Vijf jongens en vier meisjes. Gewoon een boerenbedrijf geweest. Ja. Een boerenbedrijf. Gemeenbedrijf. De vader die ging iedere dag ging de werken. En wij waren klein, wij moesten nog metwerken, wij waren klein, maar wij moesten toch al met aanpakken, hè. En wanneer begon dat aanpakken dan al? Jaren zeven, wie ik op school zat, moest ik al met de paard en ploeg, moest ik gaan plogen. En dan kwam ik zo te school, kreeg hij moeder de boterhams klaar liggen met een tas koffie,
En dan kreeg ze die en dan kostte hij die het paard al ingespannen. En wist je wat nou idee? Ze gingen met zijn kummerij, die kwamen op hem aan. En dan gingen naar de bus en de bus zoeken. Paard bleef daar op het langst staan. Oh, dus hij is dus eigenlijk een beetje de verdrieven, zo, van ik werkte mee. Ja, ik werkte mee. Ik werkte. Ja, daar zit een getuige mee. Ja. En zo is het. Geef toe. Zeg, en je had meisjes en jongens. De jongens die zorgden dus, nou ja, boeten wat ze dan deden, wat niemand weer staan. Maar voor de beesten en zo. En mijn broer zorgden voor de keeper. Er moet langs nemen zijn komen. Nee? Maar ook niet voor te rapen en weet ik wat. Voor te verzorgen en de eieren rapen. En als we geen eieren hebben voor te brooien, dan moesten we aan hem vragen. Oh ja? Ja. Als de windjager, die kregen we. Oh. Die smergens. Ja. Die kregen we daar. Die wordt de smergens heel vreugd van de hoordaaf gezocht. En dan wordt smergens een pan op het fornuis gezet met een stuk spek in en door die eieren in gebrooien. Ja. We hebben dat wat eten betreft en alles, hebben we het altijd goed gehad. Maar we moesten nog met aanpakken, even goed. Dat is een idee, hè? Zeg, maar ja, je groeide op en op een gegeven moment, dan zie ik je dan toch goed. Een liefde tegengekomen, of niet? Misschien wel meerdere. Oh, ja. Moeten we dat anders zeggen? Ja, nou ja. Nee, dat hoeft niet. Dat zeg ik niet. Je hoeft niks te vertellen verder. Nee. Was er nog niet een Engelsman bij je? Nee, ik niet. Ik weet niet. Ik meen dat dat toen in Wern werd. Ken een Engelsman, We hebben geen helemaal een Engelsman. Ja, maar die hebben hier in de buurt gezeten, die Engelsen. Ja. Nee. Die Jos had het woord erin gekomen. Oh, dat weet toch niet alles. Maar ja, hij was smeed. Wat is? Smeed. Smeed? Hij is smeed geworden. Oh, en je zit ook smeed gebleven dus? Of smeed, wie ze zeggen? Ja. Ja. En daar heb je ook een kermalk mee verdiend, dus met het smeden. Ja, daar heb ik mijn kost met verdiend, ja. En wat moet ik voorstellen bij zo'n smeed van toen? Ja, van toen, ja. Toen waren die zo. Ja. Maar wat bijvoorbeeld voor de... Hoefbeslag. Dat bedoel ik. Hoefbeslag was dat hoofdzakelijk, hè. Aha. Kijk, en dan kreeg ze die kleine karweien, die kwamen daar allemaal zo nog bij. Weet je wel, dan had je die pleug kapot, hè. Dan moesten die schaart, die moesten opgehaald worden, hè. En in het vuur, en dan moesten die opgesmeed worden. En dan worden die opgeslepen en dan worden die weer op een ploeg gezet. Kijk, en dan kosten die boeren, die kosten dan weer verhoed. Kijk, en dan hij en die zelf, terwijl toen wordt het gaat later, kregen nog het meer centen. Toen moesten die wagens gemaakt hebben. De paardenwagens, gewoon vierwielige wagens en tweewielige wagens. Die deden we maken in de smederij. Werd je toen nog toes of werd je al getrouwd toen? Ik was wel toes, ik was nog niet getrouwd. Oh. Ik was net later, wat dat betreft, wat trouwen was. Ik was nog een de vlooggeer uit. Aha, ook belangrijk. Ja. Ik heb lang gevlogen. Ja. Ik heb daar geen vleugels gezien. Nee, maar ik ging hier nog gedacht, ik ben me nog niet te snel. Toen was het. Toen was het werk. Werk was voornamer als gedangers. Kijk, en toen was smergens vijf. Wie s'avonds die aan woord had gewerkt in de smederij. Ja, op een Roomweg. Nevengeuien. Neven de café, dat was Gehelven in meteen uitgeven. Daar kwam, iedere vrienden kwam, Gret van der Kop, daar leverde door het beer aan Geuien. En de vrienden stond er altijd zo te winken. En de winkte net zo lang wist dat we daar zogen. En dan moesten we bij Geuien een pot bier komen drinken. En als we daar gedronken hadden, dan gingen we weer. Wel netjes dan. Ja, dat was, dat was reclame maken van beer. Ah, zeker. En jij werd ondertussen, toes het helpen of wie ging dat? Nee, ik ben in de coöperatie geweest. Oh. In de coop.
En dat was vurige getrouwd waren. Ja, ja. Ja. Waar de vurige getrouwd waren? Ja, ja. 9 jaar in de coöperatie geweest. Aha. Zeg maar, je zit niet altijd bij de coöperatie gebleven. Nee, maar nee. Op een gegeven moment dan kwam toch niet een Engelsman, maar er is een andere gekomen. Of er niet? Is een andere gekomen. En toen zit je samen gewoond, getrouwd. Ja. En waar heb je gewoond dan? Hey, op Kuningslust. Op Kuningslust. Altijd op Kuningslust. Ik ben van de Kerstoek naar Kuningslust gegaan. Naar de Zangstraat. Aha. Daar heb ik eerst gegaan. En had je een bedrijf of had je ook... Ja, een gemeen bedrijf, klein. En ja. Ja, van alles gaat. En dat wil zeggen, dus er is bierste en er is land. En je moest maar zorgen dat, dat ze door die inkomen. Ja. En later hebben we een goed hok gebouwd en daar hebben we miskukens in gehad. Oh. En die... Ja. En die moesten in de 6 weken... moesten die geslacht worden. En dat heel in? Ja, dat heel in is zo, dat die weer naar de slachterij moesten. Ruger. Ja. Met laaien. Ja, met laaien, ja. Dus we moesten altijd een stuk of 10-12 man hebben voor die kuken te laaien. Want dat moest s'nachts gebeuren. Ja. Dus, En ging mij laaien? Ja, altijd. Dus ik heb gewoon... voor mij gedaan in het bedrijf. Ik heb voor me alles met gedaan. Maar ik begreep ook kinderen tussendoor nog gekregen. Ja, maar dat ging vanzelf. Dat ging vanzelf? Oh, dat was wel handig. Dat ging met... Wie voor kinderen heb je gekregen? 3. 3 kinderen? 3. Maar ik heb toch 4 kinderen gekregen. Zo. En een overleden op... Nog niet zo'n zes gehad, ja. Ja. Dat moest ook tellen. Ja, en er was een jong bij en 4 meisjes. Dus de dames hebben weer de overhang. Heb je toch niet laten kennen of al? Ja, mij moest ik het, hè. Maar als ik rechtop ging staan, hè, dan wisten ze hoe ze moesten gaan staan. Dus dat waren nog wel... Wie was van vroeger nog denk ik, papa toch... Een commando winnen. Papa toch de baas? Ja. Ja, ik doen. Woensdagsmiddags hebben wij handboog met de senioren. We zien dan altijd met een man of 8 tot 10, gemiddeld iedere week, dat wij aan het handboog zitten zien. Ja. Maar wat een rijkdom met 90 jaar dat je dan nog kind gaan handboog schieten bijvoorbeeld. Ja, maar ik ben 15 jaar ben ik secretaris geweest van handboog. Ah, kijk eens, het hert en leto. Kijk eens, ik heb de handboog heb ik met opgericht. Met pastoor Tindermans. Wie pastoor Tindermans op een gasthoog is komen wonen, die kwam uit Venlo, uit het Ven. Ja. En daar deed ze veel handboog zitten. Ja, dat klopt, joh. Ja. En zodoende heeft hij de handboog naar de gasthoog gebracht. Hij op Kuningslust was al een handboog. Hij op Kuningslust, hij was een handboog al lang. Maar de heeft hij toen in 42 of 43 heeft hij die opgericht. En daar was ik ook met dingen van. En daar ben ik 15 jaar ben ik toch secretaris van geweest. Zo. En nu op dit ogenblik heb je gezien, nu bijna 90. En we hebben net gehuurd, want we zien even gewoon informeren in de pauze. Ja, en tussendoor ben ik ook nog 10 jaar voorzitter geweest van de schutterij Sinterbanes van de Grashoek. Ik heb de schutterij Sinterbanes van de Grashoek ook opgericht. We zitten dus niet Ton Zoemer bij iemand die 90 jaar geweest, maar iemand die ook nog heel veel activiteit heeft gedaan in zijn leven. En vroeger, in mijn jonge tijd, heb ik ook nog heel veel toneel gespeeld. We moeten een paar uitzendingen van nog voor maken, alleen al. Zeg, geweldig. Ja. Zeg, maar ik wil net vertellen, he, want dan moeten de kijkers toch even weten. We kregen net informatie dat G inderdaad de oudste tweeling zit van Peel en Maas. En ik dacht, een oudste tweeling, dames en heren, moeten we niet even zingen voor dit tweeling? Ja. Lang zullen ze leven, lang zullen ze leven, lang zullen ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Even de wip, hey. Even de wip, hey. Even de wip, hey. Go!
wat zeg. Leuk, ja. Wie is dat nou, de oudste tweeling? Ja, dat is geweldig. Dat is ook geweldig. Dat is geweldig. Altijd weer nieuwe mijlpijlen. Kijk eens, hè, nou kunnen we zeggen, hè, we zien de artsen van Elje. Ja, zeker. Of van Peel en Maas. Ja, we gaan Peel en Maas. Van Peel en Maas. Dat bedoel ik toch maar even. Zeg, je had net nog een verhulke wat je moest vertellen. Maar ik weet het zelf niet meer. Uit 44, joh. Oh, een 44. Ja, heel dat goed, is, dank het om. Dat is met die kerkrazzia's geweest. Ja. Dat is 7 oktober. Ja, 7 of 8 oktober. Ja. En toen gingen die vrouwen, die gingen smergens naar de kerk. Kijk, wij moesten nog met onze vader, moesten we het vier verzorgen en alles. Wij gingen naar de hoeg met zien. Hè. En toen komen die terug uit de kerk. En toen zag Zedo's moeder, gij God niet naar de kerk. Je moet ik maar gaan aantrekken en je gaat maar ergens de bus in ertussenuit. Want als je naar de kerk gaat, neem de pruisen nog met. Toen waren die kerkrazia's waren toen. Toen zien en we die waren de mannen op het pakken hier. Hè? Ja, ja. Ja, die razia's. Ja. En toen zien we naar de vliegert gegaan. En door de op een vliegert, daar heeft mijn grootvader, hij doet een grote bermplaats. En daar heb je die stroommieten op staan. Weet je wel, die deed je in de zomer koren mee en dan kijk, en die worden opgeslagen in zo'n mieten. Kijk, en dan stonden er een stukje van. Wij waren net bij die mieten, toen komen die Pruisen met die mensen uit de kerk bij Spreeuwenberg boven het huis. En toen zogen die ons lopen en toen riepen die al op ons halt. En toen zit mijn artsenbroer die bij ons was, hij zegt, nou lopen we naar dat huis heen. Maar als we doorheen lopen, lopen we zigzag. Want als we er recht heen lopen, zitten ze zich zo kapot. Mm-hmm. En toen zien wij aan gaan lopen en we waren met 3 man, 3 broers. En wij gingen zigzag door op aanlopen. En ik ben zo'n stukje, 10 centimeter, binnen de moer, zitten de Pruisen een halve steen op hartuigte uit de moer. Zo rakelings schoten die neven ons in. Ja. Dat is een verhaal wat je mij nog meeneemt, te merken. Dat je Kiekens, dat nog zo kan vertellen. Kijk eens, en dat is, dat blijft ook altijd bezig. Een Pruis is een Pruis. Ja, dat is ook. Niet dat ze die generatie van nou door. Ik wil net zeggen, daar kunnen ze helemaal verantwoordelijk voor maken. Die generatie van nou, generatie. Ja. En van die oude generatie, daar zullen er nog weinig zien. Wie nou, hé, hey, jou. Ik denk het ook niet, hè. Ja. Dus dat is voorbij. Ja. Maar het is toch, het blijft toch levendig zitten. Ik merk het, ik merk het dan nog voor hoor, joh. Ja. En het komt dan ook altijd een beetje pittig over ogen, weet je wel, maar dat zit er nou toch eenmaal in, hè. Zeg, maar ik heb vanochtend ook gehoord dat je allerlei hobby's hebt, onder andere koersballen. Ja. Dan mogen we eens iets vertellen, wie heet dat? Friede Smitters. Ja. In het dorpshoes. Daar werd een mat neergelegd. Ja. En dan mogen wij ook een koersballen. En ik heb het ene keer geloof ik weer een open dag gezien. Zien dat van die Belgische scheefrollen? Ja. Ja. En des te kunnen ze hem die rechter krijgen. Ja. Nee. Ja, en dat ook net. Jawel. Ja. Maar avond gaat ook mis. Ja. Maar dat moet ook. Wie is het mogelijk dat hij in een tweeling zo fit nog zit en zo nog vol. Ja, ik zie nog de pretduisjes bij jouw broer. Nee, maar wie kent dat nog? Je hebt altijd zo hard gewerkt en je hebt zoveel meegemaakt. En dan toch nog zo vrolijk en zo optimistisch wie je zit. Kent je mee te worden? Ja. Die genoten van het werk. Kijk, dat wil ik nog niet. We hebben genoten van het werk. Het werk was dus een hobby. Ja. Ah. Maar goed, het werk was ook hobby, maar je hebt... Ja, maar kijk eens, we moesten ook werken, hè, dat gezin, voor het gezin en bedrijf, hè, daar moesten we ook voor werken. Hè. Nou, als ik zo overstrukt ben van de coöperatie, om 17:30, wisten we, ging de winkel dicht, geen huis, zei je smoot altijd, maar dat is het witte zorgers van zelf. Het is het ganse dag aan, ja. Ja. Maar die hadden geen erg in dat we ook moesten werken. Ja. Maar, oh, dat je bedoelt eigenlijk, doe dat ik denk maar goed. En ook maar hier toe is aan de slag. Ja. Oh, dat en vooral in de sperjestiet. Daar moesten we het steken en kloor maken.
Maar we leren er wel één ding van werken weer ze. Kent ze gewoon heel oud mee weer. Ja, werken, daar gaan ze niet door van. Precies. Ik zeg maar, daar wil ik ook niet de eerste van zien. Nee. Zeg, ik wil u ook heel erg bedanken en een hele fijne verjaardag wensen. Ja. Dank je wel. Volgende week en geniet ervan. En ik hoop dat je nog 100 weer op z'n wens. Ja, dat proberen we. Goed zo. We zien nou de artsen van Pielemaas. Ik bedoel, dat mag gevallen al. Kijk, en dat moeten we proberen te stand te houden. Dat denk ik ook. Ja. Kijk, en daar streven we nog. Goed zo. Ja. Ja, Tom, we maken toch wat mee. Twee mensen die samen 90, nee, elk 90 weer, 180 jaar. Wie zei het zo door in die kamer? En wat een familie die door genieten van die mensen nog. Nou, en wij hebben weer van u genoten. Dit was weer even pauze van deze keer. We waren in Koningslust en het was super gezellig.